Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. De eerste aflevering, ik heb pech en ik sta op de weg. En jullie hebben het al een beetje aan de eerste kleine trailer gezien van die nieuwe serie van wat het precies gaat worden. Ik weet niet wat het gaat worden, het gaat een hoop bonje worden, want ik ga namelijk in de auto rijden na het intro. Okay, people, let's go to work. Wij hebben er zin in, wij hebben er zin in. Nou ja, goed, ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Want ik heb namelijk een kwartier heeft het geduurd. Nou, ik denk wel een half uur voordat ik het stuur helemaal in orde kon krijgen met de bediening. Want het lukte gewoon constant niet. En of ik nou knopjes mis op het stuur, of ik nou een extra pook mis, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we gaan het proberen. Als eerst gaan wij hem van de rem afhalen. Dat doen we met de spatietoets. Ja, ik gebruik gewoon multitasking. Dan gaan we onze seatbelts aandoen, dus onze veiligheidsriem. Heb ik, je hoort het, hè? Let maar op. De deur af en dan... Zo, er zit ook een streep nu zogenaamd. Zo moet je denken, hè? En we gaan de engine starten. Oh ja, hier zo. Shit. Wacht even. Even opnieuw. Zo, heerlijk geluid. Oké, het gassen. Nou, dat weten we. En achter mij, daar rijden ook alleen maar auto's, joh. Ik heb het extra druk op de weg gezet, extra verkeer. Dus we gaan beginnen, jongens. We gaan achteruit. Nou, dan moeten we hem zetten in zijn reverse. Nou, en dan gassen we bij. Sorry. Ik zet hem even in zijn vooruit. Komt goed. Zo. Ja, dat gaat goed. Zo. En dan zetten we hem even in zijn achteruit. Wat een gedoe. Zo. Dat gaat goed. Dat gaat niet goed. In zijn achteruit, zo. En nu zetten we hem in zijn vooruit. Dat is natuurlijk in zijn 1, hè. Dat is een vooruit, zo. Het is een hele aparte auto. Maar hij moet het doen. Oké. En we zitten aan de linkerkant van het stuur. Want de vorige keer had ik ingesteld, dan zitten we aan de rechterkant van het stuur. Dat klopt natuurlijk niet. En we zitten achter een auto. Zo. En hoe harder ik het gaspedaal ingedrukt houd, hoe harder we ook gaan. Dadelijk mag ik een versnelling harder. Ik volg gewoon die vrachtwagen. Ik weet niet waar die naartoe gaat. Of dat kleine autootje. Dit is een andere soort weg. Ik ga maar gelijk, nou, even passeren. Ja! Hallo, jongens! Zo, hè? Flikker! Ja, ik zit niet... Ik ga er gewoon langs, hoor. Ik vind het goed. Ik zat goed en jij zat fout. Klaar. Zo. Huppakee. En we gaan wat harder, jongens. Ik schakel hem even wat harder. Huppakee. We mogen niet zo hard hier. Ik weet het. Het is een woonplek. Maar dat is gaaf. Kunnen we hier een slipje maken? Nee. Oh, daar moeten we kunnen niet heen. En wat doet die auto daar? Ik zit op de verkeerde baanhelft. Hoe kan dat nou? Het zal wel. Oh. Oh. Oké, waar moeten we heen? Moeten we... Is het eenrichtingsverkeer? Hé? Oké. Dan gaan we naar links. Ja, ik vind het goed. En als die auto... Hé, politie. Of niet? Is dat politie? Ik zie het er wel naar. Ja, dat is politie, jongens. Nou, kom op. Ik moet naar links. Kom op. Er zitten ook weer twee van die oude vrouwen voor me. Weet je wel? Die oude wijven zitten altijd met elkaar te beppen. Ja, kom op, jongens. Ik moet erdoor. Wat een... Ja, ik heb hem... Het is mijn eigen schuld, Vincent. Had ik hem maar niet op een drukke ding moeten zetten. Zo. En dan kunnen we... Oh, we kunnen gelijk doorrijden. Dank u wel. Dank u wel. Ja, en we zitten gelijk verder. Zo. Point received. Move to the... Using your navigator. Waar zie jij een navigator? Ik zie niks. Maar we staan voor een soort stoplicht. Nou, wat doet die man? Die wordt bang van me. Zie je het? Oké, dan ga ik hem achter hem rijden. Zo. Give way. Oké. We gaan hier denk ik maar naar links. Ja? Dan gaan die auto gewoon achterna. Die EOW 504. Ik ga zijn kenteken onthouden. Misschien ga ik hem later wel terugzien. En het zijn mensen die... ze hebben ook iemand achterin de auto. Nou, leuk. Het is echt te druk op de weg, hoor. Ik heb het veel te druk gemaakt. Zo. En we zitten op de snelweg. Heerlijk. Ik ga hem even passeren. En een bochtje. Heel soepel. Zo. Gaat goed. Gaat goed komen. Oké, we hebben hem gepasseerd. En we mogen hier wat sneller. Want we zitten namelijk op een snelweg. Dus ik ga hem een tikkie harder geven. We
mag hier best wel 100, denk ik. Zal ik hem op 100 aanhouden, hier? Mooie weiland trouwens. Zo. Oké, ik ga 115 iets harder. Ik rij echt als een bezeten, heb ik het gevoel. En... Sorry, het spijt me voor mijn gedrag op de weg. Ik zal me gaan beheersen. Zit hij nog achter me? Ja, oké. Ik ga hier maar naar links, jongens. Ik weet niet wat hier is. Maar hier links is een paadje en ik heb het gevoel dat je daar harder mag. Holy shit! Holy shit! Oh, dit is kick. Dit is niet kicken, dit is niet kicken. Dit is slipgevaar. Dit is anti... Ik heb geen antibanden natuurlijk van die anti-slipgevaarbanden. Shit! Shit! Dit is niet goed. Ik ben niet... Wacht, stop. Dit is niet goed. We moeten op dat bruine pad blijven, anders kunnen we niet goed rijden. Zo, kijk. En dan schakel ik hem gewoon naar z'n drie. Huppakee, YOLO. En we gaan met 100 op dit... Waarom staat mijn ding nog aan? En we gaan zomaar de weg verkennen, want dit is namelijk een... ja, een city. Ze hebben een stad gemaakt. Oh, dit vinden mijn banden niet lekker, joh. Voor mij is het nat gras of zo. Zo, we gaan door. En waar komen we uit, joh? Ik weet het niet, maar ik wil deze weg wel volgen. Ik hoop dat het nog op een normale weg uitkomt. En als het goed is... komen we op een andere weg. Ik weet niet waar precies. Laten we dit gewoon volgen. En dan komen we er wel, denk ik. Ik zet hem even op instant 2. Zo. Zo, hier een beetje rustig sturen, zo. Het ziet er best wel leuk uit, zo'n landheuveltje. Doe me gelijk denken aan Farming Simulator, weet je wel? Dat je van die boeren aan het werk ziet, van... Oh yeah, kijk maar nou even ploeten op land. Dan gaan we even laten zien wat wij kunnen doen op land. Want we zijn niet zomaar boeren. We kunnen ook nog van alles doen met ons hand. Vraag maar aan mijn vrouw. Oké. Oh, dit is zo gevaarlijk. Ja, ik weet het, jongens. Ik weet het, dat hek moet ik voor uitkijken. Ik probeer het. Oh ja, dit ingedrukt houden en dan... Ja, ik moet de rem zeg maar ingedrukt houden en dan pas kan ik schakelen. Logisch. Dat is natuurlijk een koppeling. Maar rem is zeg maar een koppeling. En dan komt het goed. En kunnen we niet even op de weg, jongens? Want daar word ik nou een beetje beroerd van. De hele tijd op dat stomme boerengat land rijden. Ik heb het gevoel dat de game best wel redelijk groot is. Ook heel veel details, hè, op dit grasveld. Mooie bosjes ook. En ik heb ook geen mapkaart. Ik heb helemaal niks. Wat zien we daar? Is er een einde, jongens? Ik hoop het wel. Er is wel een rem. Oh, ja, dat gaat goed. Jongens, kom op nou. Ik doe AP. Nu reset hij hem. Ik zie daar een bruggetje. En dat betekent dat we hopelijk uit dit... Deze na... Cannot plan de route uit de destination. Route interrupted. Welke route? Ik zie geen route op mijn radar. Welke route? Oh jongens, dit gaat niet goed. Ik weet het. Ik probeer mijn best te doen. Ik zit vast op het platteland en ik kan er niet uit. Ik kan er niet uit. Ik weet het. Ik zijn gewoon in z'n 2 gelijk. Het is niet goed voor je auto, maar boeiend. We gaan die brug onderdoor. Ik ben benieuwd wat daar is. Ja, weg! Yes, we zitten op de weg. Heerlijk. Lekker vertrouwd op die weg. Ziet eruit als een soort industriegebiedje. Misschien wonen hier wel boeren en zo. Ik weet het niet. Nou, het gaat goed. Yes, we hebben weer de weg. Mooi zo. Oké, hier een beetje gas minder en zo. We zitten weer... Hey, ik hoor politie. Oh, nou. Geen politie. We gaan hier naar voren. En jullie wachten lekker. Kijk hoe druk het is. Jeetje. We zitten namelijk lekker op de weg. En ik heb ingesteld dat het 60% druk is van de 100. Dus kijk daar aan, dat is 100%. Jeetje, nou dan kan je niet eens je kom keren. Kijk, nou kan je een beetje doorgassen. Dan heb je geen files. Files heb ik een scheidekel aan. Ook met een truc lijkt me leuk. Maar ik zie nou in de game dat het verschrikkelijk druk is al bij 60% op de weg.
Oké, waar gaan we nog naartoe? We gaan gewoon een stukje rijden, jongens. Politie. Ik zie politie. Twee vormen met sirenes aan. Ik hoop niet dat ze mij zoeken. Oké. Ik had mijn rem ingedrukt, want anders als ik mijn rem loslaat, zie je, dan gaat mijn auto naar voren. En dat is niet goed. Hij staat steeds rood. Kom op. Ik heb geen uren de tijd. Kom op. Ja, het gaat weer rijden. Het is groen. Geduld hebben, Vincent. Ik weet het. Kom op. Rij je dan. Kom. Goed zo. Anders doe ik even dit. Let op. Anders doe ik even dit. Waar zit dat knopje? Hier. Kijk. Huppakee. Met mijn ruitenwissers. Zo. Laat ik het niet merken. We gaan hier naar links. Jongens. Goed idee? Ja, ik vind het een goed idee. Ik keek niet eens in mijn spiegels. Dat was een gelukje wat je net zag. En ik wil hier naar links toe. Waarom? Omdat daar de motorway is. Maar die is rechts. En ik ga naar links. Oké. Jammer. Ik wou even naar de motorweg. Rijden. Kom op. Hallo dames. Hallo. Willen jullie een ritje bij mij in de auto? U dan? Dan niet. De rit van je leven en niet accepteren is het stomste wat je kan doen bij mij. Want zoveel pech heb ik dan ook weer niet. Oké, wat zien we links allemaal? Even kijken hoor. Hoe lekkere kraampjes en zo. En leuke winkeltjes. Ik zie leuke huisjes rechts. Oh, nou dat ziet er goed uit. Zeg. En weer voor stoplicht. Oh. Ik sta gewoon tegen die bus aan nu, hè, jongens. Volgens mij wel. Ik sta echt tegen die bus aan. Ja, je ziet het niet. Maar ik sta tegen die bus aan. Ik voel het, want als ik mijn rem loslaat, dan botst die... Dat... Kijk, als ik gas nu, zie je het? Pumperkleven! Die mensen ook achterin heel droog van... Ja, nou, het zal mij weer reet boeien. Ik ga naar links. Meneer, deze weg was toch éénrichtingsverkeer? Oké. Sorry, ik wist niet dat je boos werd. Ik snap het. Ik snap het helemaal. Ik ga wel eventjes wachten tot jullie weg zijn en dan kan ik rechtdoor. Ik vind het goed. Nou, oké, dan niet. Dan niet. Dan ga ik voor u. Ja, rijd er maar. Ja, laat mij er maar even door. En... Dank je! Zo, huppakee. Nou, dat gaat goed. Die bochtenwerk gaat goed, merk ik al. Daar mag ik sowieso niet voor zakken. Want als ik dadelijk mijn rijexamen moet doen in het spel, dan moet ik even alles op alles zetten. Dus ik ben nou vast aan het oefenen voordat we dat grote rijexamen gaan doen. Spannend. Dat was zeker een mooi bochtje. En dan zit ik echt gestrest achter mijn stuur, hoor. Dan zit ik zeker gestrest achter... Ja. Hey! Move it to using your navigator. Oké, we hebben een nieuwe destination plek bereikt. En we gaan naar... Er staat country road. Kunnen we naar rechts gaan? Maar daar zijn we volgens mij al geweest. Ik zou het wel kunnen doen. Nou, we gaan... YOLO, we gaan naar rechts dadelijk. PNQ 335. Ja, kom op. Ja, dat kan. Kom op. Rijden. Mooi bochtje. Juist. Zo. En hier hebben we een industriegebied. Ik kan wel wat harder, ik weet het. En rechts staat een soort busje. Voor mij was het, leek op een busje waar je dan gebracht kan worden. Zo'n connection busje, maar dan in het geel. Oké, die man rijdt heel sloom naast me, voor me. Die man gaat aardig door, maar die gaat nu op zijn remmen. Heel stom, want je mag hier 120. Ik zeg ook maar wat. Nu gaat die man rechts weer harder. Nu gaat die man rechts ook weer harder. Zo. En rood. Oh! Shit, ik moet harder remmen. Ja, sorry. Ik hoor politie. Oh shit. Rijd door. Oké, we doen alsof niks aan de hand was. La 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 la. Oh, een scherp bochtje, jongens. Waar hoor ik een... Oh, daar staat hij. Kijk, daar staat de ambulance. Hallo, ambulance, meneer. Is er iemand dood? Zal wel. En hier kunnen we lekker doorrijden. Dit is zo'n harde weg.
Hier gaan we gewoon even full speed. Kijk hoe hard dat dingetje kan. Want dat beestje hebben we niet voor niets. Even kijken hoe hard dat beestje kan. Dit is lekker zo snel weg. Oh, dat vind ik heerlijk. 110. Nou, dat is mooi. En waarom houdt die snelweg nu alweer op hier? Dat vind ik wel echt heel jammer dit hoor. Gelijk weer zo'n stomme bocht. En dan weer zo'n... Kijk, hier kun je gewoon door. Rijden. Zo. Hier mag je 100, zag je? Een bord. Dus ik denk dat iedereen hier ook 100 rijdt. Ja, dat gaat goed. Dit gaat lekker dit. Zie je? Als ik gewoon mijn klep hou, ben ik geconcentreerd. En ik zie daar een luchtballon. Een prachtige luchtballon. Uit de tweede eeuw. Oh. Oh. Die was close, zag je dit? Oeh. Ja, het gaat goed. Zolang we niet op die andere wegdeel zitten, vind ik het goed. En ik hoef ook niks voor mijn benzine. Wat doet die man? Zag je dat? Wauw. 130 gaan we. 136 gingen we. Dat is het hardste wat we gingen, denk ik, in het spel. En ik denk dat we achter die man blijven. Nee, we gaan hier naar links helemaal. Linkerbaan is natuurlijk voor de snelkoppen. Dus als het goed is, moeten ze het links een beetje doorrijden. Ik ben benieuwd. Nee, dat gaat het niet. Mensen houden zich aan de... Nou, die gaat echt geen 100 hoor, die man. Die gaat 75. Zie je het? Nou, ik blijf zo even op mijn slakkengangetje blijf ik achteraan gaan. Ik kan iets harder. Iets harder. Het gaat goed. Ik zit heel erg geconcentreerd, ik weet het. Dat was echt close. En waar kunnen we heen op de snelweg? Ik zie daar een bord staan. En dat heet... Forward. Nou, dat kan ik hier niet echt. Forward. Ik ga eruit. Exit. Exit speed limited. 50 km per uur. We mogen hier 50. Oké, nou we ons aan op 50. Zo. En die man staat weer lekker vervelend te doen hier. Lekker weer wachten. Terwijl je gewoon allang kan. Je kon allang naar voren, meneer. Maar nee hoor, ik blijf nog even lekker. En je stuur zit ook aan de verkeerde kant. Of je heeft een gekrompen lilliput naast je. Nou, gaan we nu eens rijden. Netjes hoor. Oh, kijk nou. Bijna een botsing. Je kon allang 10 keer gaan. Oh, ik ga niet achter die man hoor. Ja, oké, ik blijf wel heel even achter die man. Oh my god, jongen. Werd als een oude vent. Zo'n oude opa, weet je wel. Die hoort allang... Die hoort lekker thuis zitten. Lekker scrabbelen. Je hoort niet achter zijn auto te zitten. Achter zo'n stuurtje. Er is niks voor. Ik ga hem inhalen. Ga kijken wie ernaast zit. Even kijken hoor. Kijk hoor. Ja hoor. Oude opa. Ik zei het. Wacht even hoor. Ik wil ernaast rijden. Ik wil het zien. Ja. Ja. Meneertje, ik rijd langzaam. Hè? Ik zie het wel. Nou, we laten hem gaan. Ik heb er vrede mee, ik laat hem gewoon met rust. Hij blijft gespaard. Hij blijft gespaard. Echt wel erg ook, hè? Oké. Ja, ik moet me concentreren voor dat eindexamen. Dat hebben we pas in aflevering 4 of 5 misschien. Het ligt eraan wanneer ik goed voorbereid ben en ik heb het goed onder de knie en ik kan goed lekker rijden. Dan pas ga ik dat examen aan, want het examen kost natuurlijk hoop geld, hè? Dat is wel een nadeel. En we gaan best wel hard nu. Oh, dit autootje gaat toch best wel harder dan ik dacht. We gingen 170, zagen jullie dat? Dat is een record, joh. Oh, mooi bochie. Zo. Die man had zijn dingen niet uit. Hoe noem je dat? Zijn klepding. Zo maar op te remmen. Zag je het? Van de enge vent, joh. Bah, zeker een Duitser. Zo. Ik ben gewoon een normale chauffeur, weet je hoor. Ik kan gewoon netjes rijden. Het is gewoon zo. Kijk, mooi bochie. Dit is wel een lekker weggetje. Gewoon lekker doorgassen. Hier. Huppakee, er tussendoor. Zo. En je mag hier 100. Oh, we gaan 150. Oh, sorry. Ik hou gewoon van doorgassen. En, nou kijk eens aan. De linkerbaan heeft gewoon 2 delen. En die rechter moet het doen met 1. Schattig hoor. Oké, dit gaat helemaal goed. Het gaat fantastisch dit. Ik ben als het ware...
de beste autorijder van het hele Kabouterbos. En hier kunnen we gewoon door. Oh, nu hebben wij één baan. En we hebben een destination point received. En we zitten weer achter voor een Duitser. Die gaat remmen, want die ziet een kel. Kom op, kom op. Oh, dat is zo'n rood hoofd. Zie je dat? Er zit voor me weer zo'n oma achter, hoor. Hier, mevrouw, u mag hier 90. U hoeft daar niet met 30 op de snelweg te rijden. Jongen, jongen. Ja, oké, ze gaat wat rijden nu. Ja, wat rijdt ze? Ik denk iets minder dan 90 rijdt ze. Ik denk in de richting van 70, 80, 80. Ze gaat harder omdat het natuurlijk naar beneden gaat. Oh, het is een leuk weggetje zo. Laat ik er inhalen. Het is gewoon wel gevaarlijk, hè? Oké, ik ga het doen. Ik ga erin halen. Dit is heel spannend, want eigenlijk hoort het niet, want het is een rechte streep. Ik doe het. Ja, we hebben het gedaan. Holy crap. Holy crap. Zo. Ja, het gaat goed. Even kijken hoor. Oh, mijn kleppen stonden aan. God, een gras. Ik heb echt geen goede banden gewoon. En ik denk dat achter die bomen dat daar geen level zit. Ik denk dat het gewoon een bepaald level is. En ik ben benieuwd. Ik heb het spel gekocht. Het was 20 euro. En dit hebben mensen gemaakt. En ik vind hem heel vet. Het ziet er goed uit. Het is natuurlijk niet te vergelijken met Euro Truck Simulator. Ik vind dit toch nog net een tikkeltje realistischer. Heb ik het gevoel. En met een truck is natuurlijk veel moeilijker rijden dan met zo'n heerlijke bakkie. En ik geloof als je beter bent in het spelen of je hebt meer uitgespeeld, dan kan je nieuwe auto's unlocken. En misschien kan ik ze ook wel downloaden voor het spel, ik weet het niet. Voor mij was het niet zo'n heel uitgebreid spel. Ach ja, er zijn ergere dingen. En ik denk dat we hier maar eruit gaan en dat we dan maar het leveltje of de... Oh, dit is krap, dit is heel krap. Ja, zie je? Ik moest van die man op zijn remmen en dan gaat het niet goed. Ik weet het. Maar dit is echt crappy hoor, dit besturen. Ja. Kijk, die man staat weer op zijn remmen. Ik zeg het toch, gaat niet goed. OU. OU 387. Oh. Zo'n zakenmannetje zit erop, zie je het? Ja, daar gaan we hoor. En de ambulance. Nou meneer, u kan die meneer gelijk meenemen voorin. Want die staat de Sjaak. Kom op. Ja? Ja? Oh, ik moet mijn remmen uit. Ik moet mijn ding. Ik weet de naam niet eens meer. Mijn richtingsaanwijzer. Jeetje. Oké. Kunnen we even parkeren, jongens, dat we even veilig zijn. Dat we de video op een normale manier kunnen afsluiten. Ik ga naar de rechts. Gek van die vent. Oké. Agressieve drijven hier. 40, mag je 40. We gaan hier 112. Heel goed, Vincent. En dat busje. Kijk, zo'n busje, dat is zo'n connection busje. Er zitten gewoon mensen in en zo. Kijk hier. Oh, daar zaten mensen in. Jongens, dit gaat niet goed. Ik ga zakken als ik voor de rij ga doen. Niet goed. Oh, deze ingedrukt houden, zo. Zo. Je kan wel lekker sturen met het ding, joh. Oké, ik ga hier maar even naar links toe. Want ik denk dat hier links... Groen. Want hier is links wel iets van een parkeerplek of zo. Ik mag hier toch 60. En ik denk dat we wel ergens in het gras kunnen parkeren of zo. Niet? Is hier geen parkeerplek, jongens? Een plekje, kom op. Ja, hier rechts. Hier rechts. Oeh, hier zie ik een mooi plekje, jongens. Kijk. Het is al een terrein. Maar daar maakt helemaal niks uit. Kan ik daar trouwens in? Even kijken. Sesam. Nee. Nou, dan doe ik hem even zo. Dan gaat hij nog naar voren. P. Zo. Nou, dit was een lekker ritje, vond ik zo. Een beetje de omgeving herkend, een beetje kijken wat er allemaal is en zo. En in aflevering 2 gaan we zeker dat verder doen en gaan we kijken of we nog wat leuks kunnen doen. Hebben jullie een leuk ideetje? Zet het in de video, in de comment en laat weten wat je van dit spel vond. Geef een groen duimpje en tot de volgende keer. Doei doei!